Apocalyps 90, dag 86. Er zijn nog 5 dagen over. En daarin lezen we in de Apocalyps, de laatste 2 hoofdstukken van de Openbaring van Johannes. Daarin lezen we over het einde van alle dingen, de voltooiing van de schepping. Door het offer van Christus, door zijn sterven en door zijn verrijzenis, wordt het heelal gezien vanuit God in een nieuw licht. En dat heeft ook uiteindelijk gevolgen voor de vorm van het universum. Dat zal helemaal worden omgevormd, krijgt een nieuwe gedaante bij de wederkomst van Christus. En van die gedaanteverandering zien we eigenlijk hier een profetisch visioen. Een mysterieuze beschrijving van de nieuwe wereld. En de tekst die we vandaag lezen, zien we dat er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zal zijn, maar geen zee meer. Wat betekent dat? De zee staat in de Openbaring van Johannes, staat eigenlijk symbool voor de onrustige innerlijke wereld van de mens. Het kan heel stormachtig zijn. Het kan heel onvoorspelbaar zijn. Die woelige zee zal er niet meer zijn. Dat wil zeggen, allereerst betekent dat dat ons innerlijk leven geen onrust meer zal kennen. Alles zal volmaakt stil en in vrede zijn. De andere betekenis van de zee, hebben we gezien, is het moederschap. Dat moederschap in de nieuwe mensheid zal geheel aan Maria zijn toegewijd. En we hebben gezien dat dat die kristallenzee is. Die kristallenzee voor de troon van God. Maar ook die is helemaal tot rust gekomen. Het is een moederschap dat niet meer biologisch is, maar puur geestelijk. Maar dat puur geestelijke zal ook belichaamd worden. We zien dat het moederschap ook in die verlossing een volledig nieuwe betekenis heeft gekregen. Verder zien we dat een engel, een van die engelen van de 7 plagen en de 7 drinkschalen, een van die engelen gaat Johannes de bruid laten zien. En dat betekent dus dat wij zonder de sacramenten ook niet kunnen begrijpen hoe de nieuwe mensheid, de kerk, hoe dat de bruid van Christus is. Die sacramenten zijn noodzakelijk om werkelijk diepgaand tot het uiterste te kunnen begrijpen wat het betekent dat God zijn mensenzoon heeft gezonden naar de wereld, niet alleen om de mensheid te verlossen, maar ook om de mensheid tot bruid te maken. Tot bruid van de mensenzoon, bruid van het lam. Om dat dus goed te begrijpen, hebben we het nodig om de sacramenten te aanvaarden, te erkennen, maar er ook van te leven.